Vanavond werd in Leefdaal bij Berthem een monument onthuld ter nagedachtenis van de crash van een Amerikaanse bommenwerper. Die stortte er neer na een missie in Duitsland. Na de crash kregen de overlevenden hulp van de omwonenden. Nu, 66 jaar later, krijgt de bemanning een speciale huldiging met ook heel wat speciale gasten. De inwoners van Leefdaal kwamen gisteravond om 8 uur massaal opdagen om hun eer te bewijzen aan de overlevenden van een vliegtuigcrash 66 jaar geleden. De 3 Amerikaanse oud-strijders kwamen speciaal van de Verenigde Staten om hun monument te onthullen. Het vliegtuig van de 3 werd in 1944 na een bombardement op Duitsland neergehaald door Duitse jachtvliegtuigen. Een dag die vandaag nog op hun netvlies gebrand staat. We were forced to bail out of an airplane on November 26. 15 of them were shot down over Germany. And a lot of those people were killed instead of getting out of their airplane. I just jumped out and let it go at that, you know. And you feel blessed now that you came out in one piece? Very much so, very much so. I think, Carbone had said, somebody up there was helping a little bit, you know. De huldiging is een initiatief van de Patent Drivers Leuven Centraal, een groep verzamelaars van voertuigen en materiaal uit de Tweede Wereldoorlog. Ze wilden de oud-strijders de nodige eer bewijzen en schreven daarvoor alle mogelijke instanties aan. En is dat allemaal heel snel gegaan. En ja, kwam er evenveel publiciteit naar ons toe. Wij staan in de kranten in Arizona, in North Carolina. We hebben in de kranten gestaan. Dat is echt ongelooflijk. Die mensen uit Amerika kunnen dat niet geloven, dat we na 66 jaar nog zoiets willen organiseren. En al die inspanningen lonen, want de Amerikaanse ambassadeur komt persoonlijk naar Leefdaal. Does it surprise you that there are so many people? It doesn't, because I know Belgium. I know how many times I get thanked. I know when I walk on the streets, and whether it's in Ghent, in Brugge, in Dinant, in Namur, people come over and say thank you, and I thank them back, because the Belgians remember the service of men like this in World War II, and we never forget the gratitude of the Belgians. I know and they know that we're paying a tribute to the service back in 1945 and to the partnership built thereon. I was impressed when, you know, the way they showed me and say, well, America did this, and they're very thankful, and I just can't get over it. I you know, you keep me talking, I'm going to be crying pretty soon. Wie meer wil weten over het verhaal van de bommenwerper kan daarvoor terecht op onze website. En dan hebben we nog enkele sportberichten. Ronnie van Geneugde is de kandidaat nummer 1 om de gisteren ontslagen Jean-Pierre van de Velde op te volgen bij OHL. De Limburger